Ja. Knol power. Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en de afgelopen 2 dagen was ik nog een beetje in de war en een beetje ziekig van de reis die ik heb gemaakt van Oostenrijk naar Nederland. 966 kilometer in 1 nacht in mijn eentje rechtstreeks doorgereden als een malle en daar was ik een beetje ziek van geworden. Maar los van mijn keel en een klein beetje verkoudheid voel ik me beter en ik heb knijters veel zin in vandaag. En ik ga eventjes vragen als eerste aan de mensen die bij mij slapen tijdens de 2 weken quarantaine wat ze vinden van mijn outfit. Want ik heb vandaag wel echt een hele goede match. Er is echt wel over nagedacht vandaag. Dus laten we het eens even... Goedemorgen trouwens. Goedemorgen. Laten we het even... Oh, kijk. Goedemorgen. Laten we het eens even gaan vragen. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Hey, Knolpower Pajama. Oh, wat zijn we aan het maken? Ja, lekker ochtendsnoepen. Bananenpannenkoekjes. Oh, wat fijn zeg. Dat weet je nog niet. Misschien wordt het wel heel vies. Nee, dat wordt fijn, dat zie ik. Gewoon de liefde die je erin stopt. Ja. Ja, dat is het hè. Hey, even een vraagje. Ja. Hoe erg is er over mijn outfitje nagedacht? Ja, er is over nagedacht. Ja. Zelfs je sokken komen door je schoen heen, waardoor oranje weer zichtbaar is. Dit is gewoon niet normaal, toch? Dit is echt... Mag ik even een applaus voor mijn outfitje? Hoe erg hier... Ja. Maar ik heb uitgekomen. Dit is gewoon niet normaal. Gewoon... Alles komt zo samen. Ja. Wauw. Gewoon... En dan alleen... Zelfs een oranje lijntje in het broekje, hè? Ja, alleen de onderbroek is knolpauwrood. Ja, maar dat is toch een soort van... Je hebt het applausje gemist. Mag ook nog even? Zie je mijn outfitje? Ja, het zit strak in elkaar. Hoe goed is dit gematcht? Ja, sick. Heb je die net binnengekregen? Nee, deze Yeezys had ik al. Oh. Die heb ik alleen al heel lang niet meer gedragen. Maar super sick, ja, thanks. Wel een beetje slecht dat ik om vraag, hè, om een applaus voor mijn outfit. Maar ik weet niet, ik heb hem gewoon goed gematcht, vind ik, vandaag. En ik kan hem ook nog binnenste binnen. In ieder geval, we gaan lekker ontbijten hier met z'n allen. En daar heb ik echt super veel zin in. Ik heb al lekker gedoucht, opgefrist. Dus ja, goedemorgen. Leuk dat jullie kijken. Doe een blauw duimpje omhoog als je er zin in hebt. En het is echt bizar hoeveel mijn vlogs de laatste tijd worden bekeken. Dus mocht je nieuw zijn, vergeet niet te abonneren hier beneden. En als je geabonneerd bent, kan met een YouTube-account. Is gratis, kan je heel makkelijk aanmaken. En naast het abonneerknopje staat een belletje. Als je daarop drukt, dan krijg je elke keer een melding als ik een video upload. Dus dat zou ook heel erg nice zijn. En kan je het al, Mees? Kan je het al? Ik zie je weer met die ballen oefenen. Nou, ga maar dan. Oh, net ging het de ronde goed. Je doet nog steeds dat huppeltje. Ja. Hij blijft dat huppeltje. Ja, maar als ik strak doe, dan kan het niet. Dan sta ik zo. Dan raak je de ballen kwijt inderdaad. Ja. Dat lijkt me niet handig. Doe maar met zo'n lekker pannenkoekie. Oh, lekker hoor. Een bananenpannenkoek. Ik ben echt benieuwd. En we hebben al meteen vaste plekken, hè, zo te zien. Dit is gewoon, dit zijn gewoon de vaste plekjes. Iedereen gaat gewoon op dezelfde plek zitten, 3 dagen op rij. Ik voel me ook prettig bij deze plek. Ja, voel je prettig? Ja. Is dit jouw zone? Is dit jouw quarantainezone? Ik wil niet meer ergens anders zitten. Nee. Zien jullie trouwens dat op mijn voorhoofd? Zit er nog steeds. Nog steeds dat rode, dat wordt gewoon een blauw plekje denk ik. Van die pasa's van gisteren. Voor de mensen die het vergeten zijn. Dit was dat geweldig slimme moment. One day binnen. Maak hem nou niet kapot. Auw! Jeetje, waarom was zo hard? Die was echt hard. Je deed ook echt je best. Die was echt veel te hard. Ja, maar jij deed ook je best bij mij. Oh. Nu mag ik het ook bij jou. Ja, nog 1 keer. Hij schoot echt weg. Ik kon zo op stoel gaan. Vast. Je hoorde niet echt een patch, maar ik duwde jou ook gewoon. Hij is wel rood hoor. Ja, nou ik weet zeker dat het bij mij ook knijtrood is. Hoe kan ik dat laten zien? Kleren uit. Broek uit op je hoofd. Broek uit op je hoofd. Hij heeft toch geen nut? Oh, shirt uit op je hoofd. Shirt uit op je hoofd. Shirt uit. Nog 1 keertje? Bij mij is het roder, kijk maar. Au! 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 Au!
Wil je nog één keertje? Nee. Dat was al één. Maar nu op de andere. Oh, maar deze doet echt al zeer. Doe maar op deze. Maar dan mag jij ook nog een keer, zeker. Ja? Je lijkt op Simba nu. Ah, ja. Maar wil je ook nog een keer bij mij? Ik doe dan deze, ja? Die gestrekte zo. Ja. Ja, 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 ja. Dat wil ik zien. Was de kans dat je die neemt. Oké, okay, is goed. Moet je niet oppassen dat je niet op mijn kin... Slaat ze de tafel. Hoe ga je ook staan? Dit doet me denken aan Kung Fu Panda, aan die animatiefilm. Why? Why? Ah! Dat was een grap. Je sloeg... Ah. Je sloeg wel op zijn schouderblad door. Ah. Nee, je sloeg met je pols en je vuist gewoon. Nou, ga jij maar even zitten. Ik wil op je reet slaan. Ja, dat heb je al een keer gedaan. Ga maar hier staan. Maar met vuist, dan sla je op dat bot, dat doet zeer. Nee. Gewoon knijterhard met je platte hand. Ja, echt gewoon. Nee. Dat doe ik ook altijd, bij al mijn vrienden. Gewoon, je moet gaan liggen en dan van boven zo. Met een bord. Nee. Jawel. Die gaat kapot. Met zo'n bord, wat is dit voor? Nee, gaat niet gebeuren. Ja? Nee. Wat, waarmee dan? Gewoon met je hand of vuist. Met een plakje kaas. Nee, met het bord. Nee, die gaat kapot. Nee, die gaat niet kapot. Hij wil hard slaan niet door. Nee, maar zo hard sla ik niet. Dat komt goed. Serieus. Dat gaat heel veel pijn doen, denk ik. Nee hoor. Dus je doet niet zoveel pijn. Doet niet zoveel pijn. En ik sla ook zo. Ik kan het hard zo slaan. Zo. Ja, is zo. Ik weet nu al dat het gaat breken. Wat? Ik ga het sowieso breken. Nee, het gaat niet breken. Ik sla hem zoals ik kan. Ik denk dat het breekt. Kan maar staan. Ik kan jou niet serieus nemen met dit hier zo. Zo. Nee, dit is echt. Je moet wel een beetje rekening houden. Jawel. Tuurlijk, ik hou rekening met wat kijkers willen. Dat doe ik altijd. Nee, maar dit is toch stom, want ik heb niks gebruikt qua. Ik heb al helemaal pijn en alles. Ja, oh, ja, een flinke plek. Ja, dat bedoel ik. Hij is echt. Ja. Hij is echt groot. Ja, dat bedoel ik. En maar dat komt door Koen en Lucas en niet door Bart. Ja. Zij heeft twee vuisten. Eentje heet Koen, eentje heet Lucas. Goede Lucas. Lucas is Spaans, hè? Lucas heeft temperament. En ze heeft nu bedacht, hij heeft Patrick en Johan. Ik heb Patrick en Johan. Johan die doet dit zo, altijd zo van... Dus Patrick en Johan. Oké, okay, maar kom maar. Ga nou staan. Doe even niet met een bord. Jawel! Ga staan. Ik heb pijn. Jij ook pijn krijgen. Ik heb al pijn hier. Staan. Omdraaien. Nee, gas. Dat doet hartstikke pijn. Ik kan je vuist een beetje niet Enzo en Miron doen, maar die gaan aan elkaar slaan. Ja. Bij vuist uit Enzo en Miron. Hoezo? Ja? Ietsjes meer die kant op? Blijf staan, blijf staan. Oh, je ogen dicht, hè? Ze vinden het spannend. Ja, vind je het gek? Ja, maar dit is niet zo hard. Kijk hoe jij aan het uithalen bent. Het is niet dat je het zo doet, zo pat. Doe dat maar. Ja, maar komt goed. Hier, zal ik eens even een voorproefje geven? Gewoon zachtjes, kijk. Maar dan iets harder. Ja, dat doet zeer. Dat doet nu al zeer. Ja, maar hoe harder, hoe minder pijn. Ik doe al zo een beetje aangespannen. Kan die? Ik wil het niet! Auw! Hé, het is nog gebroken! Hij is nog heel. Oh, kort alarm. Hoor je ook een alarm? Helemaal goed? Oh. Nice. Nou, dan ga ik nog even lekker pannenkoekje eten. Kijk. Hoppakee. Hey! Sorry! Het is weer spannend. Ik ga het huis uit. Kijk, ik heb de handschoentjes weer aan. Oh mijn god, ik hoor de lift bewegen. Als er iemand in de lift staat, dan ga ik wel even wachten. Oké, de lift is er. Zit er iemand in? Nee, hij is vrij. Nice. Het vuilnis moet namelijk ook weggegooid worden. Jawel, jawel. En Mees en Lars die hebben een heel leuk plan. Die gaan namelijk samen een video opnemen. En ik mag ze helpen. Maar ik mag ze helpen met iets heel erg leuks. 1, 2... Hoppakee. Laten we even ophalen wat ik ga gebruiken voor hun video. De auto kan ik natuurlijk wel gewoon gebruiken en even een rondje rijden of zo. Dat kan ook nog wel heel erg leuk zijn. Maar zoals ik al eerder zei, gisteren, de motor is ook wel echt een
tof idee hoor, om met de motor even op stap te gaan. En ik heb ook al een ideetje bedacht voor tanken, want ja, je kan gewoon contactloos tanken. Je kan gewoon tanken en dan contactloos pinnen. Dat is het, contactloos pinnen. Dus dat is wel vet, misschien even een ritje te maken op de motor. Hier heb ik het. Laten we eens even kijken of je het doet. Er zitten geen balletjes in. Die is niet geladen. Wow! Wat een zieke timing. Wat een zieke timing. Oh, wow. Wow, daar schrok ik gewoon van. Maar wat een zieke timing. Ik schoot en het licht ging uit. Nice. Deze zit nog vol genoeg, dus dit wordt mooi. Lars. Ja. Oh, wow, wow. Gast. Oh, ik ben zo bang. Oh, nee. Het gaat goed, hoor. Ja, jij wilt deze gebruiken in je video, dus... Ja. Maar, ja, gast, dat van een metertje of 10 kan je het wel aan, maar je stond hier echt gewoon 2 meter. Ik denk, als je schiet, dan ben ik dood gegaan. Ja, ik heb even extra gecontroleerd of er helemaal niks in zit en ik had beneden ook al geschoten. Laten we even naar Mees gaan. Mees! Mees buiten. Oh, is Mees buiten? Hé, wacht. Gaan we hem schrikken. Gaan we hem laten schrikken? Hij weet namelijk niet dat jij hier bent, denk ik. Oké. Okay. Dus ja, ik denk dat jij hier moet beginnen. En dan ga je binnenkomen dat je achter hem aanrent. En pap, pap, pap. Toch? Pap, pap, pap. Pap, pap, pap. Rat. Oh, joh. Ik voelde gewoon de lucht. A few moments later. Aankomen. Ik dacht eerst dat Enzo daar stond, maar... Wat gaat hier gebeuren, jongens? Ze hebben hier dus een airtrack opgeblazen. Die gaan we meenemen naar buiten. En dan gaan we naar een plek waar eigenlijk niemand komt qua mensen. Zodat we daar rustig een video op kunnen nemen. Want ja, hier binnen kunnen we niet zoveel doen. Want je kan eigenlijk alleen een backflip hier vanaf de grond. Wil jij dat even laten zien? Kijk, dit is de enige mogelijkheid... Dat je hier een backflip kan doen. Ja. Dus laat staan als deze op de grond staat. Dan kom je gewoon tegen het plafond aan. Dus we moeten wel met dit ding naar buiten. Dus die gaan we nu even naar buiten gooien. En Mees gaat hem opvangen. Kijk, nu. Oké, okay, ja, en nu overklappen. Duw. Ja. Doe eens even een mooi flippie, Mees. Sick hoor. Lekker man. Mooi optreden. Ik zag dat, ik wil bijna aanraken. Oei. Oei. Water! Kom op, Bob! Woe! Vrijheid! Lekker hoor, dit. Kom op! Ah, dikke wielie! Wauw, mijn pet! Mijn pet! Oh shit, ik verlies mijn pet. Oh mijn god. Gaan we weer. Zo, daar zijn we dan. Hoppakee. Even dit beest vol tanken. Wat een gruwelijk ding is het ook, hè mensen. Hij gaat gewoon 50 km per uur. De banden zijn helaas wel een beetje zacht. Eigenlijk zou die dan nog harder moeten als die banden helemaal vol zijn. Maar goed, we doen het er maar mee. Oh, 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 wat geniaal zeg. Hoppakee. Gruwelijk. We nemen geen risico, mensen. Kijk eens even. Hoppakee. Perfect. Oh, kut. Dit is diesel. Kut. Kut. Ik gooi er gewoon bijna diesel erin, joh. Zo, dat was niet zo duur tanken. Dat was mijn goedkoopste tankbeurt ooit. Moet je kijken. €2,05. 1,3 liter ging erin. Trappen we het ding weer aan. Kijk eens even. Hoppakee, gaan we weer. Let's go. Nou, we zijn er mensen. Let's go! Let's go! Woo!
Let's go! Hij is zo klein. Holy shit, wat is dit geniaal. Ben je geen politie tegengekomen? Nee, alles is helemaal goed gegaan. Nice. Oh mijn god, dit was geniaal. Tank zit vol. Weet je hoeveel kwijt was voor de volle tank? 3 euro. Nee, 2. Ja. Ja, dat was 2 euro. Lekker hoor, zo, het ruikt naar verbrand gras hier. Ja. Ik denk omdat ik wat gras heb meegenomen aan de onderkant van de motorblok. En deze is ook losgegaan. Huh? Ik weet niet waar die op hoort, maar... Is dat niet de benzineslang? Ja. Gaat helemaal goed, joh. Hij was na het tanken was hij al los. Ik heb het gewoon gered naar hier. Huh? Waar moet hij normaal gesproken in? Ik heb geen idee. Vind je dat niet een luchtslangetje of zo? Ja, een luchtslangetje inderdaad. Ja, dat denk ik ook. Een luchtslangetje. Maar ik weet niet waar die op hoort, joh. Gaan jullie maar hier spelen? Dan gaan Marvin en ik lekker boompje klimmen. Ja! Ja, dit is wel moeilijk om erin te komen. Maar hey, als je hier eenmaal in komt, moet je kijken waar we helemaal heen kunnen gaan. Ja, daarom. Helemaal daar. Ja. Dan kunnen we vanaf daar kijken wat zij aan het doen zijn. 3, 2, 1. Lekker hoor. Ja, ja, ja. Yes. Yeah. Nice. Tarzan en Jane. Oké, ga jij deze nemen, dan neem ik die. Ja? Zal ik een stukje lopen zo? Doe maar. Best wel hoog al. Wow! Het is je boy met hoogtevrees, maar het doet gekke stunt. Wait, yo! Nice! Dit is echt nice. Dit heb ik lang niet gedaan. Dit is leuk, hè? Kijk, maar daar zitten zelfs spijkers. Oh ja. Dus hier hebben mensen een boomhut proberen te maken. Ik heb vroeger zoveel boomhutten gebouwd. Dat is zo leuk, maar het mag niet altijd. Nee, het mag nooit volgens mij. Nee? Nee. Anders gaan we hier in quarantaine, maken we hier een hut. Ja, nice. Wow. Alleen, het is maar wel de vraag of die boom ons houdt. Ja, sowieso. Maar ik denk dat jij op deze moet. Of wil jij op die? Kom maar, want bij jou wordt het nu moeilijker. Nee, wat vind ik niet erg. Het wordt bij jou nu wel moeilijker hoor. Ja, dus. Oké. Okay. Pas op dat je niet uitglijdt, hè. Er zit allemaal mos ook. Maar die hele boom beweegt, dat is die knapt. Nee, dit knapt niet. Moet je kijken hoe sterk, dik, tak dit is. Die knapt niet. Kijk, daar gaan dan. Lekker hoor, Marvin. En als we daar kunnen komen, dan hebben we gewoon eerste rang op hun video, hè. Oeh, ik kom naar je toe, Marvin. Ik kom naar je toe. Oh, dit is zo nice. Hoi, yo. Dit is echt nice. Wow. Deze beweegt nu ook ziek erg. Nou, ik ga hier naar het einde. Ik ben er. Ik ben op het uiteinde. Wow, dit is wel echt... Ja, ik viel bijna achterover. Dit is wel echt eng, want hij beweegt echt veel, hè? Ja. Dit is niet normaal. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, hoe erg hij beweegt. Hé, hey, maar als hij nu valt, dan val je echt nog wel 3 meter, hoor. Ja, ja, dat zeker. Daarom, doe maar voorzichtig. We hebben nu een mooi beeld op de video die zij maken. Lekker, let's go, Lars! Nice, nice, vet hoor. Het lijkt zo op beeld helemaal niet alsof het heel diep is. Maar het is echt hoog. Ja, dat kan je niet goed zien. Oh, er zit daar op de bodem ook... Op de bodem. Daar zit een perfecte zonnebloem. Ja, paardenbloem. Een paardenbloem. Paardenbloem. Dit is wel echt nice, hè? Zullen we nog straks een andere boom zoeken waar we ook in kunnen? Ja, tuurlijk. Kijk, die boom die daar zit, daar kan je echt heel hoog. Ja, alleen dat eerste stukje is heel moeilijk. Maar dan komen we goed, we hebben elkaar om te helpen. Ja. Dit is wel echt nice, hè, hier zo. Ja, waarom zit je niet? Kijk dan. Ja, kijk maar uit. Echt ziek, hè? Hoe erg die beweegt. Ja, op zich, hij kan ook wind aan en alles, dus ze zijn wel stevig. Ja, gebouwen zijn juist gemaakt, hele hoge gebouwen zijn juist gemaakt om zo flexibel heen en weer te kunnen ja, gaan. Ja, klopt. Maar anders scheuren ze. Dat is bizar, hè? Ja. Als je, stel voor je woont bijvoorbeeld 33 hoog, in Nederland kan het misschien niet zo snel, maar in het buitenland 33 hoog, dan
ja, voel je gewoon serieus dat je heen en weer gaat als je in je appartement zit. Ja. Dat is serieus geen gein, dat is echt bizar. Dus het moet juist een beetje flexibel zijn. Oh, deze breekt af. Je handvat breekt af. Snel een andere. Kijk hoe strak die dat takje vast heeft. Ja. Ja, maar hierdoor kan ik heen en weer. Ga naar beneden. Oké, hoe ga je dat doen? Groeten uit de rimboe. Wat zei je? Groeten uit de rimboe? Groeten uit de rimboe. Oké, dan gaan we lopen. Oh shit. Oeh, nu ziet het er wel hoog uit hoor, op camera volgens mij. Oei, oei, oei. Zo, hallo. Oké, daar gaat hij. Dit laatste stuk moet ik lopen. Dat heb ik op de heenweg ook gedaan. En anders moet ik springen, dan maak ik wel een smakker. Dus. Oh mijn god. Oh mijn god. Yes! Ik ben er. Nu jij nog. Jij hebt dit. Ta 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 ta. Nee, hier is het gewoon een paal. Nice. Deze is wel echt dood. Ja, die is heel erg dood, die tak. Maar kijk, deze boomstam, deze kant op, is misschien nog wel beter. Hier kunnen we wel met z'n tweeën. Die gaat ook wel hoog. Wow! Oh mijn god, check dat! Daar kunnen we ook op en dat hangt boven het water. Ja, als die knapt. Ja, wil je filmen? Ik ga erheen. Dat wordt geniaal. Kijk, dan kan ik via daar kan ik zo. Kan ik naar dat stukje. Wow, dat is wel vet dat je zo boven het water bukt. Ja. Wow, dit is vet, hè. Oh, en als je nu een vishengel had gehad. Oh mijn god. Je kan via daar ook naar beneden, eraf. Als je helemaal naar het einde loopt. Hoi! Hey. Hoi. Echt ziek, hè? Jij durft dat daar omdat je je dan nog kan vasthouden aan die ding. Anders had je het niet gedaan. Zo! Ik zie hoe erg het heen gaat. Yep. Ik sta hier op de wortel ervan, dus als die hele tak afbreekt. Kijk hoe erg ik schommel. Oké, ik ga er vast springen, hè? Ja. Zo ver. Wow. Nou, ik heb hier paintball gun. Lars die gaat voor zijn video met de helm op het brommetje rijden. En het enige wat ik hoef te doen in zijn video is te schieten. Dus ik heb echt de leukste taak. De bedoeling is dus dat Lars van die boom naar die boom gaat rijden. En dat Enzo mag schieten. Met 10 kogels. Yep. Ik ga alle 10 raken. Ja. Jij weet hoe goed ik kan schieten. Oh, dat is het. Oh! Oh, 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 je goed! Op zijn knie! Ja? Ja, hij heeft pijn. Ik heb eentje goed geraakt. Op zijn knie, ja. Ja, maar dit is, Bas, dit is wel niet moeilijk. Leuk. Je gaat bij mij sowieso 20 keer hitten. Ja, dit is wel moeilijker dan balletjes. Ik dacht. Ik heb nu wel even geoefend. Oh. Op je knie! Oh, dat deed echt zin. Ja, dat deed pijn. Dat deed echt. Hij heeft nu kogels minder. Hey. Kijk hoeveel balletjes ik erin heb. Met hem op, meis, je kan het. Kom op, meis. Er zijn maar 10 balletjes. Ik denk wel vaker hoor. Ik denk echt wel 6 keer. En hoe is het? Maar je hebt me ook gewoon 6 keer gemaakt. Ja. Het is helemaal niet zo fucking pijnlijk, maar wel als je me 6 keer raakt. En dan hier hoor. Ja. Hier. En je had hem nog een keer ergens geraakt. Het moment komt dichterbij, mensen. Ik mag voor de, weet ik veel, hoeveelste keer al schieten. Het is jouw geluksdag. Ja, dit is echt top. Normaal gesproken ben ik altijd de lul en word ik beschoten. Nu mag ik een keer op andere mensen schieten. Ja. Het is wel lekker vredig, hè, zo hier in het park. Ja.
Vogeltjes fluiten. Ja, dat is wel echt gek dat er zoveel chaos is, maar tegelijkertijd ook zoveel rust. Ja, maar juist rust, omdat er heel veel mensen gewoon binnen zijn. Oh, mis! Nee, ja, sorry, je hebt gemist. Ja, dat is dan jammer. Ja, dat is heel zonde. Echt? Ja. Ja. Wacht even, wacht. Ik moet even voorbereiden. Ja, het is heel erg eng. Het is lachen, joh. Oh! 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 Dat was zo pijnlijk. Ja, ik zag het. Hij ging in zijn hoodie of zo. Ja, die was raak. En nu ben ik aan de beurt. Oeh. Laat je billetjes eens zien. En hij mag straks ook op jou schieten. Oké, ga verder. Op zijn bil. Oh! Ik dacht dat je klaar was. Ik verwachtte het niet, anders deed het geen pijn. Oké, Mees. Hij is al geladen. Dus probeer hem op die boom te schieten. Zie, het is moeilijker dan je denkt, hè? Oh, soms... Huh? Nu hebben we een video opgenomen voor Mees, we hebben een video opgenomen voor Lars. En ik heb dus mooi mogen schieten, hebben jullie een klein stukje van kunnen zien. Maar we hebben hier dus nog de airtrack liggen. En ik wil graag nog eventjes aan jullie laten zien dat ik nog steeds wel redelijk in vorm ben. Dus we beginnen eventjes met een simpele backflip op de lange airtrack. Oké, even een simpele backflip. Wat ik nog steeds bizar vind dat ik dit ooit in mijn slaapkamer heb gedaan. Woo! Let's go! Bam! Lekker! Oh, nice! Dat is wel leuk toch? Ja, die was sick. We hebben een combinatie. Nu ging je totaal niet omhoog. Nee, ik ging niet omhoog, ik had geen kracht meer. Maar ik vind het wel leuk om een beetje te combineren zo. Mm-hmm. Dat geloof ik graag. Kijk, die was nice. Die was nice, maar je had hem bijna nog één klein stukje meer uitstrekken. Zal ik het één keer voor je voordoen, dat je het ziet? Nee. Oh, ik denk... Hij denkt dan gewoon dat hij beter is, hè? Nee, ik wil hem zelf. Ik wil het uitleggen. Kijk, nice. Die was sick. Die was echt goed. Nu strekt hij je helemaal uit, dat is wat ik bedoelde. Dan gaat het goed. Ik krijg gewoon een applausje. Wel op afstand. Wat ik nu eigenlijk... Ja, ik kreeg een applaus maar op afstand. Maar wat ik nu eigenlijk wil doen... is een backflip en dan niet te lang wachten en dan meteen weer een backflip. Goeie. Oh, je moet niet op meteen landen. Nee, je moet wel recht landen. Dus trek je nog meer uit. Meer uitstrekken, dan heb je hem. Ja, meer dit zo. Ja, dat. Heel goed. Meer dit zo. De meeste, ja, goed. Ja. Ja. Ja, lekker gast. Woe! Dat is echt sick. Het gaat echt goed. Ik wil eigenlijk nog even één dingetje doen. Lars, ja? Kom maar even hier. Kom maar even liggen. Op je rug. Oké. Oh, nee. Ben je er klaar voor? Nee, maar je mag het wel doen hoor. Ja? Ja. Ik weet niet of het goed gaat. Meestal heb ik echt heel veel ruimte namelijk. Ik heb mijn ogen open. Dicht. Oké, komt ie, ja? Ja. Ik ga hem doen. Waarom doe je hem daar? liet je ook echt een scheet? Liet je nou echt een scheet of niet? Nee. Oh, ik dacht al. Had ik hem mooi te pakken? Ja, ik dacht al, waarom ga je hem daar doen? Ik zat zo, want dat is nou niet slim. Nee, ik ga het niet doen. Zal ik het dan een keertje doen? Maar ik wil het wel op de grond proberen. Ja, dat kan beter. Dat kan, zo kan je sowieso. Ja, ik zweer het, hè. Zal ik eerst even een backflip op de grond normaal doen? Ja. Komt ie. Lekker. Ja, prima. Lekker. Kunnen we dat dan even niet doen? Ja, ga je liggen hier? Anders ga ik wel liggen hoor. Ik heb het al een keer met hem gedaan, ja, maar ja. Jij mag ik wel. Ogen dicht? Nee. Nu durf ze geen ogen dicht meer. Oké, komt ie. Hier gaat het eens. Oh! Lekker. Nice! Boom.
Let's go. Legend Zazy, still hanging. Nou, nu niet meer hoor. Liggen? Ja, ik ga nu wel liggen. Blijven liggen, hè? Ja. Dit gaat iets heel anders worden. Ja. Nou, het gaat ongeveer hetzelfde. Armen hier, handen hier, ja. 3, ja. Dikke baas. Lekker hoor. Die was ook sick. Nice. Ah, er komt ooit een moment dat ik zeg maar iets doe en dat niemand anders dat beter kan doen. Want nu altijd als ik nog iets doe, doet iemand anders het 3 keer zo goed. Ja, maar, ja. Nee, maar iedereen is goed op zijn eigen niveau. Alleen dit was het toch wel een beetje leuk. Ja, dit, ook nog dit was serieus sick. Dit was echt heel erg nice. Want dat van jou, dat is enger hoor. Want ik, jij kan minder goed backflip. Ja, echt zo. Dat zou ik net zeggen. Dit dat is veel moeilijker. Heel eng om te liggen. Daarom. Maar Myron, kom jij eens liggen dan. Ik doe hem tegelijk. Ja, zij ligt de hele tijd te chillen daar zo, maar je moet ook even wat doen. Als je, oh, weet je, als het niet goed gaat. Nee, maar gaat toch wel goed? Je vertrouwt me toch? Ja, jou ze wel. Ze vertrouwt me al niet, maar hè? Je hebt salto niet. Je vertrouwt mij, maar mijn salto niet. Wat is dit? Ja, maar gaat het goed komen? Ja? Ik kan nu zoveel dingen zeggen. Hé, hey, pas op mijn hechting. Rustig, rustig. Ik doe rustig. Kijk maar, ik raak je vinger niet. Ik raak hem niet aan. Ja? Je ziet hem al glinsteren. Hij gaat iets doen. Hij gaat iets doen en ik zou het niet vertrouwen. Ik kan in één keer dit doen, hè dan. Nee. Maar komt goed. Ik ga hem nu doen, ja? Hoor je die vogeltjes? Zo klinkt het ook in de hemel. Komt het. Nee, oké, nu serieus. Ik wil niet. Jawel. Oh. Dat ging bijna mis. Je hebt iets, hè? Ja, dat is goed. Ik keek niet. Maar nee, maar het komt goed. Ik ga hem nog een keer doen. Hij moet even goed lukken. Ik had hem al staand gewoon gedaan. Ja. Alleen, meer omhoog, minder naar achter. Ja, meer omhoog, minder naar achter. Goeie tip, Mees. Komt-ie. Dat is op brede heupen. Oké. Okay. Die was wel een stuk beter. Ja, die is nice, lekker. Lekker hoor. A few moments later. I believe I can fly. En niet zonder handen proberen. Zonder handen? I believe I can fly. I believe I can fly. Joe, joking hier. I believe I can. Zie je, zij moet al meteen lachen. Ja, no shit. Jij. Wat is er nou? Hij is te serieus dan, hè? Je staat echt. Hakli! Ja, maar ik wil het dan ook gewoon doen. Ja, nice. I believe I can fly. Kom nou even goed. Ja, jij springt te ver. Ja, je moet je meer laten liften. I believe I can. Zie je jongen al lachen? Doe nou even serieus. Mees, kan jij het beter? Nee, ga je dat serieus doen? Ja. Ja? Dan pas doet ze serieus als je haar wil vervangen. I believe I can fly. Ja. Maar Lars, ga jij eens liggen. Anders doe ik het wel. Jij kan mij wel omhoog doen, denk ik. Ja, is goed. Hier, ik film maar. Nee. I believe I can fly. I believe I can. Bijna handen weg. Ik moet het zinnetje afmaken. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Oh, I want. Dit was wel echt lekker. Ja, goed bezig. Thuis. Toppetjes. Dan gaan we naar binnen in quarantaine. Daar gaan we weer. Let's go. Oké, we hebben de AirTag weer binnen, mensen. En er zaten al mensen van buiten zo te kijken van wat gebeurt daar. Maar alles onder controle. En dan is het nu tijd voor een lekkere tosti en een paar potjes Clash Royale. Let's go. Dankjewel voor de tosti, Myron. Alsjeblieft. Nice. Goeie hoor. Myron! Ja. Mees! Nicole! Ja. Kom eens! Ja, flikker op met je veenbokken.
Flikker op met je paintball gun. Nee, dit is leuk. Dit is even een lief iets. Ja, dit is echt heel tof. Oké, doe maar heel even de deur dicht. Ja? Oké, en hou hem dicht, oké? Dan zet ik nu even een foto op mijn bureaublad. Kijk, want nu heb ik deze als bureaublad achtergrond. En, oh ja, voor iedereen die dat wil als achtergrond, bureaublad achtergrond. Ik zal wel even een downloadlinkje neerzetten in de beschrijving. Dan kan je deze foto's downloaden, want er wordt best wel vaak gevraagd aan mijn Insta-DM. En ik heb echt al tientallen mensen al die foto's doorgestuurd, maar ik word daar een beetje lijp van. Dus download hier beneden als je wil. Gewoon gratis, helemaal geen shout-out promotie, gewoon gratis downloaden ze. Oké, ik ga even een foto als achtergrond doen. En dat is een achtergrond van een auto die ik morgen meekrijg. Heb ik geregeld. Zojuist een telefoontje gehad namelijk. Super lijp. Van 11 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds kunnen we die auto rijden. Ik hoor Marjo nou echt. Ja, Marjo die weet natuurlijk wel hoe laat het is. Sowieso Lamborghini. Maar echt de allerdikste, ziekste Lamborghini. Dus ik ga hem op de achtergrond hier zetten. En dan komen ze binnen en dan zien ze de auto. Yay! Ik wist het! Wojojo! Oh, ik heb die gewoon geregeld. Ja. Oh mijn god. Voor? Morgen dus. Voor morgen. Morgen van 11 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds krijgen we deze mee. Oh my god. Hoho. Dat is een leuke quarantaine. Dat is wel echt lijp. Ja, ik ga het aan de kijkers nog niet laten zien. Maar Lars had ook een goed idee dat we dan ook mijn auto kunnen meenemen. Twee Lambo's. En dan kunnen we gewoon shots van elkaar maken. En dan kunnen we ook met z'n allen. Ja. Een pakje voor de boel. Yippie! De voel! Yay! Ik werd net geroepen dat het eetklaar is. En ik ben heel erg benieuwd wat er op het menu staat vandaag. Dus laten we eens even kijken. Als iemand me laat schrikken, dan sla ik uit reflex. Dat is heel... Dat is... Ja. Wat eten we vandaag? Dat van gisteren. Ja, nou, dat klopt ook nog. We eten wat over is van gisteren. En dat is goed. Hè? En... Alle klikjes die worden bewaard, die eten we gewoon lekker op. En dit we hebben Nicole hier gemaakt. Specialiteiten van Nicola. Nicola, ja. Oh, lekker hoor. Ja, Nicola. Dat kan zo, zeg maar, een soort van ingrediënt zijn. Nicola. Ricola. Lekker, hé. Ja. Goeie. Ongelooflijk. Het ziet er echt goed uit. Ongelooflijk. Ik kan echt niet kiezen. Ja, weet je? Wat zit er allemaal in je kiezen? Leuk gekozen. Leuk gekiest. Oei. Maar volgens mij krijg je van sowieso wel kiespijn, of niet? Ja. Als je weer een mooie eentje op hebt. Kies doe ook niks aan doen. Het is kies of delen. Ja, ik kies of delen. Nou, zo te zien ga je delen. Ik ga me even verdelen. Wap. Dat is een soort van... Drop the beat en dan dubstep. Wap, 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 wap. Hé, hoe gaat die ook weer? Hoe gaat die ene ook weer? Tsunami. Hoe gaat Tsunami ook weer? Tsunami. Yo. Nou, ik ken alleen maar... oh shit, hoe gaat die nou? Fucking animals. Ja, sowieso ongeveer. Nou, in ieder geval, het smaakliek. Degene die het minst de bollenflip kan achter elkaar, die gaat afruimen. Ik wist dat je dat ging zeggen. Ja, nee, jij was niet in. Nee, goed idee? Nee, maar jullie doen niet mee, jullie hebben gekookt. Ja. Nicole en Marjo doen niet mee, want jullie hebben eten gefixt. Dus het gaat dus om ons drieën. Nou, doe steen, papier, schaar, wie gaat beginnen, want... Nee, oké, is goed. Ja, is goed. Steen, papier, schaar. Nou, Lars. Ja, Lars begint. Nee, tel pas vanaf het moment dat je er één landt. Dan ja. Bestelt het. Ja, stel dat je... Ja, maar dit is dus niet eerlijk, hè. Jullie hebben net al geoefend en ik doe het nu gewoon. Ja. Maar weet je wat? Geen smoesjes. Oké. Okay. Yes. Nice. 1. Oké. 2. Oh, hij zet de... lat hoog. Hij zet de lat hoog. 4. Oh. Oké, okay, 5. Wow. Oh. No. Kom maar. 5. Oké, wie moet nu? Wie moet nu? Steen, papier, schaar. Oké, dan moet ik nu. Maak ruimte voor de pro. Hoeveel had ik nou? 5 toch? Vijf. Ja, 5. Wat nou als iedereen die 5 had? Dan moet je met z'n drieën doen. Oh. Ik zag gewoon 1.
2. No! Alleen als ik er één heb. Ja, afruimen! Ja, kijk me maar lekker aan, meneer. Gast! Kom man! Oh shit. Gast. Wat doe je? Jongens. Ja, je hebt er wel gedaan. Je moet nog één keertje. Nee, fuck af. Je gaat echt wat slopen. Ja! Een gelijk spel. Ja, maar dit is echt heel neer. Nee. Oh, wacht even. Kijk, let op. Wacht even. Ha! Tja! Oh shit, ik had mijn hand niet voor mijn mond. Oh mijn god. Oké, nu is het tegelijk, hè? Nu gaan jullie gewoon met z'n tweeën afruimen. Ja, inderdaad. Nee. Ja. Er moet één iemand eentje afruimen. Nee, ik heb een goeie. De rest gaat kijken. Jullie gaan om de beurt. Totdat hij er uiteindelijk goed af vanaf komt. Nee, maar hier heb ik gewoon geluk mee. Jullie gaan om en om en degene die hem niet landt, die ruimt af. Goeie. Lars, hey. Wat? Mooi ideetje. Wat? Om en om en degene die niet landt. Maar dat, als eerste niet landt, is het zo al meteen klaar, toch? Nee, dat moet meestal. Nee, dan moet landen. Nee. Het is gewoon nu als je mist, dan heb ik geen probleem. Oké. Dus ik ga nu mis. Skirt. Oh! Yo, knoller gang. Oh! Die sloeg jou. Ja, wie? Die sloeg jou. Zij was het sowieso. Oh joh, die was zo hard. Oh joh. Holy shit. Kom maar, liet je bijna hangen, hè? Ja, don't leave me hanging. Hey. Het duurde langer. Let you say, still hanging. Komt-ie. Ja! Ik heb een kans. Oh, ik moet niet te vroeg juichen. Als jij hem nu niet landt. Nee! Ja, we go further. Oké. Mees, in mijn boeit niks als ik moet af. Yes! Als Mees nu landt, nou, you lost. Kom op, Mees. Je hebt één. Kijk, weet je wat het ding is? Het maakt mij niet zo heel veel uit, dus we gaan even voor een trek. Ja, maar mij wel. Oh! Let's go! Mooi! Boom! Ja! Lekker! Woe! Kom op, Mees! Duurde weer langer. Ja, echt niet normaal. Enzo, wij gaan even FIFA. Succes. Zoals je soms kan zien, ik ben best wel een goede verliezer. Dus ik ga helpen. Ik bedoel, ik ben echt best een goede winnaar. Mees. Wat? Nou, dat is ongelooflijk. Dat ik ook met jouw game flippen. Schoon zo ben ik opgepakt. Ja, jammer. Dat je zeg maar zo goed bent in game of flip, dat je zeg maar... Bottleflip doe je maar. Ja, dat. Oh. Dat ja. Nee, lukte dat zojuist in de first try? Ja. Holy shit, ik noem dit game of flip, maar ik bedoel de bottleflip. Maar dat je zeg maar zo goed bent in zeg maar bottleflip. Oh my god, hou op! En daar was niet in geknipt, jullie zagen het, hou op! Oh, je gooide hem vanaf het ding! Ja! Nee, hij gooide hem op het ding en dan weer vanaf het ding. Ja. Oké, dus misschien heeft meester wel gewonnen, maar hey, jullie zien wie de master is. Nee. Jullie zien wie er ook helpt met opruimen. Ja, hey, ik ben aan het filmen. Nee, ik heb wel... De fles maakt wel rare geluidjes. Even serieus. Ja, die was echt... Ja, dat was niet normaal. Hey, goed gedaan. Level 1 was dat. 10! Dat zijn al 10 achter elkaar. Oh, bijna 15, maar 14 is op dit moment record. Dat vind ik best hoog. Oh, 17, dat is mijn nieuw record. 17 keer achter elkaar de ball flip. Oh, 5 keer achter elkaar met 2 flesjes tegelijk.
Ik vind het best netjes. Hoe lang ben ik al bezig? 16 minuten. Dedication mensen, dedication. Ik probeer meer dan 6 te halen. Achter elkaar met 2. Waar? Ik moet even stoppen en aanzetten. What the fuck? Als ik druk op het driehoekje of i. Ja, dat was mijn 7e. Ja? Ja. Voor de 8e. Oh mijn god, ik ga nu voor de 8e. Maar ik heb de 7 gehaald en ik wilde meer dan 6, dus yes! Wat is hier gaande? Wat is hier gaande, dames en heren? Oei! Dames en heren, jong leersessie. Zij hebben geleerd, bijna. Marion die kan het echt al heel erg goed. Mees die kan het ook al heel erg goed. Lars die moet nog een beetje leren. Hey, maar, ik doe mijn best. Nicole, die moet nog het meeste leren. Ja. Maar ze proberen net als ik in een week tijd te jong leren. Maar ik heb nu het level omhoog gegooid. Ik had een te strakke broek aan, skinny jeans. Dus ik heb mijn broek even uitgedaan. Anders lukt het niet, maar let op. Let op. Oh, bijna hè. Bijna maar. Ah! Al 2 keer is het mij gelukt toen de camera uitstond. Dus nu ga ik vanuit dat het ook lukt. Met de camera aan. Je hoort dat ik buiten adem ben. Ik geef alles, dames en heren. Ik geef alles. Oké? Okay? Ik sta hier in mijn onderbroek. Ik bedoel, dat betekent genoeg. Oké, okay? Kijk, dat jongleren heb ik nu echt onder de knie. lach maar, let op. Ik kan elke chick fixen met deze truc. Ja, lach maar, komt ie. Ja! Yes! Wow! Yes! Yes! Let's go! Ik kan het. Ik kan het nu onder mijn been door. Sick. Lekker. Yes! Oh, dat heb ik best wel even opgeoefend. Maar kan het wel? Lekker bezig. Morgen nog een keer. Als je het morgen weer kan, dan zit hij erin. Ja, klopt. Morgen ga ik het weer doen. En ik heb 8-2 gewonnen in FIFA van Mees. Oei, pijnlijk Meesie. Oei. Weg met Mees. Nou, daar gaan ze dan. Hey, doeg, hè. Oei! Oh! Lekker mees! Meisje, er is altijd één iets wat Enzo nog niet zo goed kan en ik wel iets beter. Ja, doe dan een backflip, ja, doe dan! Doe maar dan! Niet ahoer, hè, en zo. Niet tijdens een blackflip. Ik doe heel zachtjes. Ninja mode. Ninja mode, met je handen op de grond. Ik heb niet ninja mode. Kan niet meer ninja mode. Nu gaan we een potje Uno doen. Wat heb jij, Myron? Uno. Je hebt Uno. En er ligt nu blauw. Ja. Oké, okay, ik maak er geel van. Mindset. Geel. Dit is mindset. Geel. Kijk, het was blauw. Ik maak er geel van en ze kan niet. Kijk dat betreurde gezicht. Maar komt goed, Marvin. Kan je niet, aubergine? Nou, rood en geel heeft ze dus niet. Oh, een 2. Nee, dat is niet hoe het werkt. Nee? Hou maar terug. En dan pak ik even een nieuwe kaart. Kijk, dit wel? Ja, dat vond niet van mij. Sorry. Moet je 2 pakken. Kijk, mijn laatste kaarten, mensen. Mooi opgelegd, Marvin. Ik wil even op film hebben dat ik win. Als je nu wint, dan is het niet eerlijk deze avond. Oei, de geluk dat je een 4 pakt. Oké, okay. Nicole, 5, oeh, strategisch. Lars, oeh, tactisch. Mindset van Mees? Ja, dat is mindset. Uno! Uno. Wat komt er na Uno? Dos. Nee. Nee, Uno. Juist, lekker, Mees snapt het. Ja, je mag een kaart. Je moet rood wisselen in ieder geval. Heb je niks aan, sorry. Nee, echt niet. Oh, nee, toch niet. Oh. Uno.
zijn we. Ik zei het toch, ik wil even op film hebben dat ik win. Wow! Yes! Met je onderbroek door een huis in Herren, omdat je hebt gewonnen met Bruno! Wow! Ik wil eigenlijk naar buiten rennen, maar dit is quarantaine! Wow! Yes! Leuk hè, spellen spelen bij mij. Hoe kan je winnen van jou? Kan iemand me dat uitleggen? Hoe kun je winnen van Enzo? Ik heb alleen nog maar verloren. Nou, ik heb laatst gewoon gewonnen met Uno hoor. Ja, maar ik heb gewonnen met FIFA, gewonnen met darten en nu... Je hebt niet tegen mij gespeeld. Nog. Uno! Nou, nu toch? Ja, nu. Maar vorige keer met Uno heb ik gewonnen. Yes! Op de drie hè. Wat heb je hier voor... Wat heb je voor vlek joh? Wat heb je gedaan? Jouw trui. Gadverdamme. Wat is dat? Ik heb hem net zo uit de kast gehaald hoor. Gadverdamme, wat heb je hier nou weer gedaan? Gadverdamme. Verdamme, weer voor piespeuk. Laat me het fixen, ik heb een idee. Ik ga het fixen voor je. Maar hier heeft een vlek. Ja, hier, ik zie het al. Kom maar, even de vlek eruit halen. Zo. Is die vlek er maar eruit? Bijna. Even de vlek eruit. Oh, wat heet gek. Gast. Even een vlekje eruit. Is hij bijna eruit? Even een vlekje eruit. Bijna een vlekje eruit. Ah, is er nog niet uit. Is hij eruit? Ja, goed zo. Hoor er echt mee. Gaan we met jou doen dan. Staat het brandalarm van dit flatgebouw direct in verbinding met de brandweer? Want anders komen die nu. Nee. Is gefixt. Doe deze stunt niet na. Deze stunt was uitgevoerd door professionals. Bedankt allemaal voor het kijken. Mijn arm is helemaal weg van jou, hè? Mees zei ergens deze avond, Enzo gaat mij vandaag echt vermoorden. En Enzo heeft Mees zojuist vermoord. Het is gebeurd. Mees heeft geen armhaar meer. Sorry Mees. Mees wordt nooit boos. Dat ruik ik dus. Ik heb al excuses aangeboden. Ja, hij heeft het geaccepteerd. Je brandt zijn armen weg. Ja, sorry. Sorry. Mees is echt helemaal weg. Oh nee. Ik voel het ook hoe verschroeid. Voel hier. Je ziet het hier. Oh shit, hey. Kom maar jongen, ik heb een natte handdoek. Gaat dat goed? Ja, het gaat geweldig. Zoals ik al zei, deze stunt is uitgevoerd door professionals. Doe dit thuis niet na. Bedankt allemaal voor het kijken. Jullie zien morgen terug Mees in de video. Kijk, nu is hij weg. En ik zie jullie morgen zelf ook weer in de vlog. Dus bedankt voor het kijken. Zoals ik altijd zeg, vergeet niet te abonneren hier beneden. Daar is Mees weer. En dan zeg ik, zoals altijd, en Mees ook... Dikke, vette, peace! Knol, power!